James, wat doe je nu? Er is niemand aan de telefoon voor u. Er is niemand aan de telefoon voor u. James, wat doe je nu? James, James, er is niemand aan de telefoon voor u. James, wat doe je nu? Er is niemand aan de telefoon voor u. Er is niemand die van je houdt. Het is winter, het is ijskoud. James, je bent zo eenzaam. Je bent zo eenzaam. Ben je altijd alleen? Is er echt niemand rond je heen? James was een jongen met veel problemen. Nooit zijn vader gekend en dat kon papa nooit schelen. James zat altijd alleen, had geen euro op zak. Werd de hem kapot en was altijd een wrak. Maar James was verslaafd en had pillen gepakt. Hij verstopte het in zijn grote zak. En zijn hoofd werd zo zweterig nat. Veel problemen en vragen. James was voortdurend aan het klagen. Hij vroeg zich af wie zijn vader was. En wie hem voerde naar die verschrikkelijke kleuterklas. Wie hem altijd sloeg en kletsen gaf. Hij vroeg zich af waarom God hem altijd in de problemen bracht. Zo gezegd, zo gedaan. James dacht na en kon het niet meer aan. Altijd geslagen, altijd gepest. Altijd wat gestuurd, altijd te laat. Nooit in de les, nooit in de les. James, wat doe je nu? Er is niemand aan de telefoon voor u. Er is niemand die van je houdt. Het is winter, het is ijskoud. James, je bent zo eenzaam. Je bent zo eenzaam. Ben je altijd alleen? Is er echt niemand rond je heen? Maar toen kwam James een jongen tegen. Die was zo goed en hij veranderde zijn leven. Die bracht hem op het juiste pad. Weg met stelen, weg met worden opgepakt. Hij zei, blijf van die pillen af. James bedankte hem zo hard. Zijn leven was altijd maar een faal. Eenmaal, tweemaal, driemaal. Voor James was alles altijd normaal. Hij vroeg, wat is je naam? Hij zei, Arne, langzaam. En die persoon, dat was ik. En telkens als ik aan James denk, kreeg ik een lachkick. Ik deed het niet van hem te helpen. Zijn vader wou gewoon wat geld binnenhalen. Want zijn vader is mijn vader. En ik was degene die hem drogeerde. Ik was de man die de pillen creëerde. Mijn papa stuurde mij dat gij het moeilijk had. Dat zijn geld werd weggepakt. Dus moest ik hem wel helpen. James dan? Iemand moet toch betalen? James, wat doe je nu? Er is niemand aan de telefoon voor u. Er is niemand die van je houdt. Het is winter, het is ijskoud. James, je bent zo eenzaam. Je bent zo eenzaam. Ben je altijd alleen? Is er echt niemand rond je heen? James, iemand moest dat betalen, ja.